Zo, goedemorgen. Weer een nieuwe dag. Vandaag gaan we beginnen met het leukere gedeelte, maar ook het spannende gedeelte, want hoe gaat het er daadwerkelijk uitzien. We gaan beginnen met het afwerken. Roos gaat beginnen dadelijk met een behangetje. Dat is het behangetje. Die komt op dit wandje en op dit wandje. Dus we hebben hem hier, hebben hem al deze gestript, deze de dag even afhalen. En wat ik verder ga doen is, ik ga beginnen met het bed af te timmeren. En luiken, gaten en weet ik het allemaal inmaken, zodat wij daar allemaal opbergruimte kunnen creëren. Nou, het volgende onderdeel wat ik aan het doen ben, is ik ga ik een plaat opmaken. Die wordt gewoon dezelfde hoogte als deze. Die wordt gewoon helemaal doorgetrokken. Zodat we hierboven nog wat opbergruimte hebben. Boven de watertank. We houden hem wel demonteerbaar. Zodat we de tank gewoon kunnen schoonmaken en dergelijke. Maar daar zijn we nou mee bezig. Ik heb hem nou op maat gezaagd. Dit is de doorvoer van de watertank. Hier komt namelijk de inlaat van het water om de watertank bij te vullen. Dus ja, die heb ik een klein beetje eruit gehaald. En dan past die perfect als het goed is. De eerste plaat ligt. We hebben een plaat van 2,50 meter bij 1,22. En die moeten we hier over gaan verdelen. Dus we gaan het als volgt doen. Hier heb ik een plaat. Hier heb ik een plaat. Daar heb ik een klein plaatje. En daar heb ik een klein plaatje. Hier hebben we het watergedeelte onder zitten. Dus hier ga ik 3 vakken in maken. Met deksels die ik er zo uit kan pakken. En dan ga ik aan deze kant hetzelfde doen. Ik ga nou eventjes kort uitleggen hoe ik dat precies ga doen. Dit is hoe de plaat dicht is. Alleen die gaten die ik ga maken, is ik ga ze hier 1 centimeter overheen terug uitzagen. Dus hier ga ik 1 centimeter, van deze kant ga ik 1 centimeter terug uitzagen. En dan ga ik zo rondom doen, zodat hij altijd, op het moment dat ik hem terugleg, altijd steun heeft aan alle buitenkanten. Dus dat ga ik hier nou 3 keer doen. Nou, dit zijn de platen. Dus dit is eigenlijk het omhulsel. Dit zijn de 3 gaten waar we in het midden een gat maken. Zodat we hem mooi en makkelijk eruit kunnen pakken. Zodat we eronder goed bij kunnen. Nou, ik heb nou de andere kant afgetekend. Ook allemaal weer de 3 gaten die ik boven het elektriciteitsgedeelte ga maken. Dus ik heb ze nou eerst afgetekend. Nou ga ik ze eerst allemaal zagen met de lineaalzaag. En vervolgens al die hoekjes, die haal ik eruit met de deco. Want als je die met de lineaal doet, dan gaat die helemaal door, natuurlijk. Vervolgens maak ik er kleine gaatjes in. Dat doe ik met een klein komboortje. Die. En op het moment dat die erin zit, dan ga ik er door met de kantvrees. Dat is deze. En dan krijg je als eindresultaat Bummels bed. Dat het er zo uit komt te zien. Mooi gat. Perfect. Nou, dit is dus het bedframe. Ik had al een video laten zien dat ik hem helemaal ging uitzagen. En dit is hetgene wat ik nou bedoel. Hier is het houtje. Dit is zeg maar het middelste stuk. En dan komt die plaat komt hierop te liggen. Zodat hij rondom steun heeft. En eigenlijk altijd goed ligt. Dus wat je dan krijgt, is dat hij er perfect in past. Deze ook. En de laatste ook. Nou, en dat hebben we eigenlijk aan de andere kant ook. Dit is de achterplaat geworden. Hier hebben we geen gaten in gemaakt, omdat dit gewoon onze opslag vanuit beneden is. Dus als de deuren open gaan, dan kunnen we vanaf die kant
kunnen we daar gewoon goed bij. Dus daar hoeven we vanaf boven hoeven we daar niet bij te zijn. En ja, dat zijn gewoon dichte platen. Dit is hoe het totaalbeeld er nou dus uitziet. We hebben 6 doorgangen dat we naar beneden kunnen kijken. Aan deze kant, moet ik de goede opentrekken, zit ons watersysteem. En aan deze kant zit ons elektriciteitsgedeelte. Kabeltjes. En hier zitten al de dingetjes. Nou, wat ik net al aangaf, hier aan de achterkant zit de garage. En we hebben hier aan de achterkant hebben we nog gewoon wat ruimte vrijgehouden voor eventueel een tuinsetje of een tafeltje die we daar achter kunnen plaatsen. Ja. Dit is die plaat die ik op maat heb gezaagd. Daar zit die cape voor de aanvoer van het water. En nou ja, wat ik zei, hij is makkelijk demonteerbaar. Dus je kunt hem gewoon eraf halen. Beugeltje, beugeltje. En aan deze kant ook een paar beugeltjes. En vervolgens kun je hem ook weer makkelijk terugklikken. Dus dit zorgt er eigenlijk voor dat wij gewoon nog een extra opslag hierbij hebben. Met een klein beetje ruimte vrijgehouden voor het watercircuit. Daar gaan we verder niks aan doen. Maar dit is gewoon de ruimte. En hier ga ik waarschijnlijk nog een rand maken, zodat het er niet allemaal afschuift, om het zo maar te zeggen. Nou, en dit is hoe het wandje uiteindelijk geworden is. Er zit dus een behangetje overheen. We hebben hier hebben 2 hoekstriepjes zitten. En we hebben aan de binnenkant hebben we een nisje. Deze moeten we nog wel gaan afwerken. Dus we gaan hem gewoon nog even wit schilderen. En er komt hier waarschijnlijk ook gewoon nog waarschijnlijk een zwart hoeklijstje omheen. Zodat hij verder helemaal afgewerkt is. Nou, gaan we verder met het afwerken van ons doorgangetje van de voorkabine naar de achterkant. We hebben ervoor gekozen om gewoon een witte strip als ondergrond te pakken. Want we wilden eigenlijk een U-profiel. Alleen, ja, die konden we weer niet de juiste vinden. Dus wat we nou gaan doen, is we doen een witte strip. Zetten we hierop. En vervolgens komt er ook een hoekprofiel. Die zetten we hier over het hoekje heen, zodat die perfect afgewerkt is. Dus wat we nou gaan doen. We hebben deze al op maat gezaagd. Van boven naar beneden. Vervolgens ontvetten we hem. Leggen we er een rilletje kit achter. En vervolgens klemmen we hem hier tussen met onze mooie zelfspanner. Zo, het hoekstripje zit erop. Die heb ik opgeplakt, houtje ertussen gedaan om de druk een beetje meer te verdelen. En vervolgens met klemmetjes. Ik heb hier een grote bij moeten zetten. Omdat die kleintjes, die trokken hem naar voren toe. En die grote, die houdt hem nou recht. En die kleintjes is voor de druk naar boven toe. En deze onderste, ja, daar past natuurlijk zo'n klem niet tussen. Dus heb ik een klein latje op maat gezaagd. En nou is hij super strak. Dus nou is het eventjes 2 uurtjes wachten. Dan is het droog, dan kan het eraf. En dan kan de hoekstrip erop. Het leuke is, we zijn nu bezig met die hoekprofieltjes. Kijk. Dit is het profieltje van die kant. Alleen wil ik hem aan deze kant doen, dan is deze net wat smaller. Dus daar zou die passen. Bam, daar zou die niet passen. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb hem afgetekend. En ik heb hem gewoon eventjes op maat geslepen. En nou is hij eigenlijk perfect. Dus nou past hij weer helemaal. En ik ga beginnen aan het plakken van deze tegels. We waren eerst al begonnen met andere tegeltjes. Die hadden we besteld. Die zaten er ook al helemaal rondom op. Dat zie je hier. Maar ik vond het toch niet zo heel erg mooi. Dus nu hebben we deze besteld. En deze zijn wel echt wit. Die andere waren, ze zeiden dat het wit was, maar het was een beetje blauwig. Dus deze komen er hier tegenaan. Daar, klein randje. Klein stukje daar. Daar. En natuurlijk daar. Dus wat hebben we gedaan? We hebben nu eerst alle gaatjes gestopt. Dit moet ik namelijk eerst nog even gaan schilderen. Dat stukje ook nog even opnieuw schilderen. En dan begin ik met plakken. Kijk, hij is lekker bezig. Paintings. En ik ben hier bezig. Nou, ik heb nu eerst de eerste laag verf hier aangebracht.
dat moest natuurlijk ook nog even overnieuw. Dus dat is overnieuw. Dat was al gedaan. Maar zoals jullie zien moet deze ook wel, ik denk eigenlijk nog wel 2 keer. Dus wat ik nu eerst ga doen, we hebben hier ondertussen de hoekstrip op geplakt. Dus ik ga beginnen met deze, want deze kan ik nu wel vastplakken. En die kant komt later, want daar is Tom nog even bezig met het gaspitje. Dus gaan we deze mooie tegeltjes erop plakken. Waar ik nu mee begonnen ben, is eerst de onderkant natuurlijk gelijk maken. Want dat was hetzelfde als dit. En wij vinden het wel leuk om dat wel aan de bovenkant te houden. Dus dat laten we ook zo. En deze kant heb ik ook recht gemaakt, want die komt daar tegenaan. Dus komt dat zo. En dan komt die daar weer tegenaan. En zo ga ik nu beginnen met plakken. Zo, nou, het eerste gedeelte zit erop. Nou, eigenlijk zit er al best wel heel veel op. Dus dit zit er helemaal op. Ik ben echt super blij mee. Dan gaan we daarheen. Dus dit gedeelte, dat was even een moeilijk stukje. Maar goed, maakt niet uit. Je ziet ook dat hij hier niet helemaal aansluit, want dit klopte niet helemaal. Maar hier komt toch nog een lijst omheen. Een hoekstrip, dus dat ga je allemaal niet meer zien. En nu moet dat randje moet nog. Daar zit hij wel al. Daar, dat is helemaal af. Dus eigenlijk gaat het alleen nog maar om dat onderste randje. En dan zijn alle tegeltjes geplakt. Nou, we hebben de klemmen hebben eraf gehaald. En zo is hij nou mooi afgewerkt. Ik ga hier in de hoekjes, daar ga ik even een klein kitje langs doen, zodat hij goed vast zit. Zodat hij gewoon mooi een goed geheel wordt, zeg maar. Nou is hij nog een lelijk lijntje. Maar die ga ik nu helemaal wegwerken. En dat was hij. Zo, nou dit was ons video over een aantal dingen die we hebben afgewerkt in onze bus. Er moet natuurlijk nog veel meer afgewerkt worden, maar ja, we kunnen niet alles in één video gooien. Dus dat was het eigenlijk voor deze video. Er gaat op korte termijn nog een video aankomen van onze RBW-keuring, want die zit er volgende week aan te komen. Dus daar ja, nemen wij jullie ook gewoon helemaal in mee hoe dat een beetje in zijn werk gaat en hoe wij het hebben ervaren. En daarna komen er nog meerdere video's, want we gaan ook een video maken over het gas. Er komt ook een video aan over de bovenkastjes. Dus ja, er komt nog wel meer. En nou ja, dit was in ieder geval voor nu. Bedankt voor het kijken. Vergeet hem niet te liken en te abonneren. Joe!